Het is een van de heroïsche parcours. Als je ziet hoeveel keer Sven Nijs hier al gewonnen heeft, dat is echt super om hier als eerste over de meet te mogen komen. Normaal start ik super slecht, maar deze keer was ik vrij goed mee. En dat verwonderde mij echt. En ik ging vrij goed mee met de eerste, maar ik wilde niet direct de druk leggen. Ook al voelde ik dat ik iets sneller kon in de begin. Maar ik zag dat ik met mijn Wyman een kloofje sloeg. En ik heb mij eventjes afzijde gehouden in haar wiel. En dan zag ik dat er toch een aantal rensters terugkwamen. En dan heb ik een aantal keer geprobeerd op de Koppenberg zelf in het veld een keer door te trekken. En ik zag dat ik een kloofje sloeg. Ik heb dan gewoon geprobeerd dat kloofje verder uit te bouwen. En inderdaad, dat is gelukt. Je hoort wel aan de supporters van ja, je bent zo ver voor, je bent zo ver voor. Maar ik durfde het maar pas zeker zijn als ik over de aankomst reed. Want er kan hier alleen zoveel gebeuren. Een lekke band, een uitschuiver. Er is zoveel materiaal mee gemoeid. Of toch, ik was bang dat ik nog een terugslag ging krijgen. Want je rijdt er tegen heel wat sterke renners. En je weet nooit, hè, natuurlijk. Ik werd ongelooflijk aangemoedigd. En het was echt kippenvel om hier rond te rijden. Heel de week kreeg ik al heel veel van mensen aanmoediging. En je gaat dat goed doen op de Koppenberg. Maar ik zei ook, ja, het moet altijd nog gereden worden. En ik ben echt gewoon ongelooflijk blij ermee.